Uren komt eraan de man van de 2-2 en de 3-2. Jeetje. Wat een ontlading zeg. Ah, dit was niet normaal. Als je zo naar 1-2 achter en dan zo terugkomt in deze fase. Ah, kippenvel, echt waar. Maar ik denk bij iedereen, hè? Ik denk dat tenminste. Ja, eigenlijk ook wel een beetje bij ons. Kijk, wij zijn natuurlijk neutraal, maar het was wel echt een schitterende wedstrijd. Ah, het was niet normaal, maar na die 2-1 ik maakte Hens op de 16. Ik zat er helemaal doorheen. Ik denk, het zal toch niet gebeuren. Ja, en dan zo'n laatste 10 minuten. En ik moet zeggen, de eerste 10 minuten waren we ook al geweldig. Toen speelden jullie ze helemaal van de mat. 5 kansen. Maar ja, je hebt er nog 70. En toen was VVV wel heel gevaarlijk, moet ik zeggen. Heb je ooit zoiets meegemaakt? Nee, want het is de eerste keer dat ik voor degradatie voetbal. En als je dan... Leuk, hè? Ja, dat heeft wel wat. Nou, als je dan zo'n wedstrijd mag eindigen, ja, dat is het mooiste wat er is. Ja, laten we maar bijpakken, die twee. Kan je het eigenlijk nu nog herinneren? Of, Ik kan het zeker nog herinneren. Ja, het balletje van Fred op Kramer en ik schreeuw mijn long uit mijn lijf. Hij legt hem gewoon perfect terug. En ja... Rennen voor je leven, kijk hem aan. Wat dacht je? Ik ren maar een rondje of zo? Ja, op zo'n moment denk je niet, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, er zijn geen woorden voor, toch? Is dit dan toch weer die Kramer-Muren-connectie? Dat jij schreeuwt, Kramer! Ja, nee, ik vind dat een beetje kort door de bocht. Maar... Je zegt het zelf. Ja, tuurlijk, maar weet je, Kramer legt deze gewoon terug. En dat is, dat is gewoon klas. 2-2. Dat was ook echt een hele mooie goal. 2-2 was een goede goal, ja. Ja, toch? Ja, dat was ook... weinig nadenken. Laten we even kijken. Ik dacht eerst, zal ik hem met links nemen? Nou, niet doen. Ja. Ja. Dit was dan weer de Muren Friday connectie. Ja. Goeie oude tijd. Ja, zo heb ik met veel mensen samengespeeld. Misschien moet hij ook maar in de basis, die Friday. Ja, dat is een vraag voor Dickie. Daar ga ik even... Oh ja, dat doen we straks. Geef ik geen antwoord op. Ik zag jou nee schudden trouwens na die 2-2, toen je hem had gemaakt. Ja, omdat ik... De eerste 10 minuten had ik al 2-3 schotkansen en het zat niet mee. Daarna die hensbal. Dus bij die 2-2, toen dacht ik echt van ja... Hier hebben we niet genoeg aan, weet je. En dat was gewoon even zo van ja... Maar het kwam alsnog goed, dus daarna schudde ik ja. Het zijn wel krankzinnige weken met Sparta, want je hebt hier al eigenlijk zo'n wedstrijd gehad tegen ADO, toen besliste jij hem ook. Ja, het is wel spektakel. Het is zeker spektakel, alleen ik heb gehoord dat Roda ook weer gewonnen heeft. Dus. Ja, en NAC. En, ja, maar daar kijken we al niet meer naar. Oh nee, het wordt puur directe degradatie ontlopen. Ja, ik denk dat we wel reëel moeten blijven. En, ik denk dat NAC al te ver weg is. Hoe krijg je dat dan mee in de rust en vooraf, wat het bij Roda is? Ik kreeg het net te horen. Ik wist dat ze 2-0 voor stonden na 10 minuten, want we waren nog in de kleedkamer. Ja, het is 3-2 geworden. Ja, ook in de laatste minuut volgens mij. Toch? Ja, vlak voor tijd inderdaad. Ja, nou, dat houdt het spannend. Ja, ik begin het leuk te vinden, hè, degradatievoetbal. Als we erin blijven dan op het einde, dan zeg ik dat het leuk was, ja. Goed zo, het worden nog spannende weken, Robert Muur.